Jari Oosterwijk, vlak voor de winterstop koos de trainer al voor jou. Nu in deze oefenwedstrijd weer. Kunnen wij daar conclusies uittrekken wat hij gaat doen? Weet ik niet, dat zou je net moeten vragen. Nou, dan ga ik het anders vragen. Heb jij het gevoel dat de strijd in de spits op dit moment nog steeds open is? Of heb jij wel het gevoel dat die op dit moment in jouw voordeel is beslecht? Je bedoelt na zondag toe dan? Ook, ja. Ik denk dat de strijd altijd open is. Tenminste, zo probeer ik te spelen en zo train ik. En of het zo is of niet, daar hou ik me niet zo voor mee bezig. Hoe was het vandaag om voorin te staan? Het leek me af en toe een beetje eenzaam. Ja, dat is aardig eenzaam. Ja. Ik denk dat we heel veel doorgedrongen werden de hele tijd. We hadden veel moeite om aan het voetballen te komen. En zetten hoge druk natuurlijk. En veel lange ballen en proberen die vast te houden. En het was soms behoorlijk eenzaam. Hoe is dat dan? Wat probeer je dan voorin? Gewoon de ballen die je krijgt vast te houden. Toch in elk geval het team proberen te helpen om verdedigend en proberen toch aan het voetballen te komen. En wachten op die kans. Nu weet je natuurlijk dat je een sterke ploeg treft vandaag. Dan denk je misschien eerst de helft. Spelers zijn niet met hun vaste selectie. Dan kun je wel zien dat daar ook heel wat kwaliteit op de bank zit, hè? Ja, dat is zeker. Die waren niet zo heel veel minder dan spelers in de tweede helft, denk ik. En daar hadden we al heel veel moeite mee. En in de tweede helft kwam de eerste helft zeg maar, erin. En toen was het toch wel een niveautje hoger. Wat is er vooraf door de technische staf naar jullie gecommuniceerd? Wat wilden ze uit deze wedstrijd halen of van jullie zien? Nee, gewoon moeten allemaal weer fit worden en ritme opdoen. En je probeert natuurlijk na zondag toe gewoon fit worden en je niveau te halen. Als je dat dan zo bekijkt, hoe ver denk je dan dat jullie daarin nu staan? Want inderdaad, zondag begint het weer. Qua je voor te bereiden op de tweede seizoenshelft, hoe fit zijn jullie dan nu? Ik denk dat we wel behoorlijk fit waren. Het is jammer dat we nog veel geblesseerden hadden. Dat we niet, dat nog niet iedereen kon spelen, zeg maar. Alleen, ik denk dat we gewoon ook van nu al fit zijn en vandaag een grote stap hebben gemaakt. Je kreeg nog wel een mooie kans. Ja, die moest erin. Ja, ik denk dat ik iets te lang wachtte. En toen uiteindelijk ging hij net via zijn been ernaast. Dus dat was jammer.